We zijn hier in de bij de Openbare Bibliotheek, maar we gaan zo Tanja Jatnalansing, nummer 4 op de lijst van de Partij van de Arbeid, interviewen. Hoger onderwijsspecialist, we gaan een doorzaag over het hoger onderwijs, maar ook over Amsterdam, over fuseren. Mevrouw Jatnalansing staat bekend om haar pizza-sessies. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, ik heb er zoveel zin in, ze komt zo. Ze is iets verlaat, maar dat is een politica en het mag. Haar opvattingen worden natuurlijk niet overal met gejuich begroet. Zo is zij tegen de langstudeerdersboete, voor het afschaffen van de basisbeurs, tegen modieuze studies met weinig perspectief op werk. En zij is voor het afschaffen van het collegegeld voor technische opleidingen. Mevrouw Jatnalansing, ik hoop het de hele uitzending zonder te storten. Ja, nu doe je het fantastisch. Ja, maar ik heb ook geoefend. Hè. Er wordt ook gezegd, mevrouw Jatnalansing. Ja. Die heeft een kleur, die is vrouw en daarom staat ze op partij op plaats 4. Wat vindt u van die kritiek? Het gaat uiteindelijk, hoop ik dat mensen gewoon zien dat ik keihard heb gewerkt de afgelopen anderhalf jaar. Dat ik overal was waar studenten, dat ik als ik iets hoor, dan blijf ik niet gewoon achter mijn bureau zitten en denk, ja, zal wel. Maar ik probeer daar ook echt naartoe te gaan, erbij te zijn. Wat ik zelf heel spannend vind, is dat ik een filmpje had gevonden waarin onze minister-president Rutte tijdens zijn verkiezingsbijeenkomst zegt, nou, weet je wat, we moeten af van die gehate langstudeerboete. Dus? Dus denk ik, daar gaan we er vanaf. Is mooi. Maar dan wordt het nog spannender. Maar dat betekent dat na 12 september, na de verkiezingen, er zomaar een coalitie kan ontstaan waaruit, nou, het is bijna zeker, dat ze zeggen, langstudeerboete weg. Studenten krijgen weliswaar nu op 1 september een boete. Wat gebeurt er in 30 september dan? Maar dan wordt die weggefietst. Krijgen ze de boete terug. Hier in Amsterdam ziet u dat onderwijsinstellingen fuseren, bestuurlijk samenwerken. Dat ziet u ook elders. Ja. Delft, Rotterdam, Leiden, Zwolle was met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Wat vindt u van al die samenwerkingsverbanden, van die fusie? Het moet niet gaan, je moet niet fuseren om te willen fuseren, om groter te worden. Je moet altijd het belang van die studenten en de docenten, die moet je echt wel voor ogen hebben. Stel, we zitten hier over 10 jaar weer. Bestaan nog beide universiteiten, de VU en de UvA? Ik vind ze wel heel erg eigen, allebei. Dus u zegt? Dus mijn smaak zou zijn, VU en de UvA hebben allebei hun plek. Over, heel goed. Ja, heel ze hebben allebei geldt dat hun ook plek voor de HVA en de UvA? Oeh, dat is een meer gewetensvraag. Je probeert altijd iets eruit te trekken. Dat kreeg je dan net niet, omdat het bij mevrouw Jatnalansing, was het dossier kennis daarover niet goed genoeg. Dat is ook een slim antwoord van haar. Maar ik vond het erg aangenaam en ik ga niet Partij van de Arbeid stemmen. Nee. Dus ze hebben me nog niet weten te overtuigen, maar wel een kandidaat die voor mij heel goed is.